dat ik hem zeggen zal doen. Beste mensen, op 28 en 29 augustus hebben we er een ongelooflijk feest van gemaakt in Steenberg te Hypermeren. We hebben een partytent opgetrokken van 32,5 op 42,5. We hebben er een lamp op gegeven met Dirk Stoops, Dropping Dishes, Belgium Essentiality, die zoals jullie kunnen zien echt mega goed waren, die heel de tent mee op sleeptouw namen. Zeker voor de namen van morgen, morgen. Ik ben Van Andenhoven Tom van Jeugdhuis Dido en in mijn functie binnen Jeugdhuis Dido is het meehelpen aan Top 1000 en andere evenementen. We werden gevraagd door Andy om mee te werken aan Molenrock, wat wij wel zagen zitten, een unieke kans. Het eerste festival in Herpenmeren. Het is een unicum volgens mij die er al lang ligt aan te komen. We hebben van deze gelegenheid natuurlijk gebruik gemaakt voor onze komende activiteiten een beetje in de promo te zetten. Onze startweekend dat er ligt aan te komen, 11 september, is heel belangrijk voor ons, want dat is het start van een nieuw werkjaar. Was hier ideaal om te promoten. Ook het is ons publiek een beetje. Voor Andy was het ook wel ideaal voor met ons samen te werken, omdat wij toch wel een grote ervaring hebben aan Top 1000. En die ervaring een beetje te projecteren op Molenrock kan nooit geen kwaad. Een samenwerking alleen zien we altijd zitten. Ik ben Mark van Belgian Hospitality en wij zijn hier aangekomen en wij zijn hier best goed ontvangen geweest. Het schijnt dat dit de eerste keer dat ze dat hier organiseren. Het geluid was magnifiek. En wij hebben ons best geamuseerd in feite, want er was enorm veel ambiance hier. We zijn ervan verschoten, want uiteindelijk, toen dat wij op dat podium kropen, stonden hier bommen te vol en die gingen daar aan de gang. Dat was ongelooflijk. Wij zijn Demi en Femke. We komen uit Bonaire en Belgian Hospitality is keigoed. En wij zijn uw persoonlijke fans. Wij zijn Andy natuurlijk heel dankbaar voor onze samenwerking. We hebben ons hier ook goed geamuseerd met onze ploeg. Dus Andy, bij deze bedankt. De jeugd van tegenwoordig komt straks nog. We gaan er een dikke lap op geven. Iedereen is ongelooflijk tevreden. 1500 man delen die mening. We gaan er volop tegenaan en volgend jaar opnieuw. Bedankt en tot volgend jaar, jongens.